Ja, ik pak even Hubot open. Wacht, ik heb hier een. Oh, Dylan? Dylan. Ik heb hier de vishengel. Oeh, wat is dit voor vishengel? The Finding Nemo. Oeh. Hoeveel kreeg je ook per paint sharpness level? 1,25. Yo kijkers van Duffy Games. En leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van The Hunger Games. Oftewel de Blitzfiver Games. Jullie zien al voor je, het is Pumba. En ik ben. Ja, ik ben Timon. Een rode versie, maar. Ik ben Timon. Hakuna Matata. Nou, dat dus mensen. Er waren 1000 likes behaald, dus je vond Dylan hebben ze fucking challenge altijd. Bullshit. Mario en Luigi, volgende. Doorgaan. Je weet dat het ook ooit een keer gaat stoppen, hè? Nope. Dat mensen gewoon niet het meer halen, lukt om 1000 likes te halen en dan gebeurt er gewoon niet. Dan win ik gewoon. Ja, dan heb jij op een gegeven moment gewonnen, maar nu nog niet. Ha! Dus bij 1000 likes wil jij Mario of Luigi zijn? Ik wil dan wel Mario. Ik wil wel het hoofdpersoon zijn, ik bedoel. Maar ik bepaal toch, of niet? Nee. Oké, Luigi. Ik disappear. Joep. Jij gaat gewoon die prinses zijn. Nee. Ja. Dan ga ik Wario zijn. Wario? Dat is de dikke versie van Mario en Luigi. Maar de beter naam. Waar ben jij? Ik ben weggerend van je. Ja, maar dat heb je ook echt gedaan ook. Ja. Tering dik beest, kom hier. Ik ben gewoon de andere kant op gerend. Oh my fucking god zeg. Waar ben jij? Dylan, even serieus hè. Ik speel niet op Duffy, ja. Ik speel op Duffy Games. Oh ja, je hebt natuurlijk Poepkit. Ja. Waar ben je, Dylan? Ik kom naar je toe. Waar ben jij? Ja, ik zie je al lopen, joh. Het gaat helemaal fout, dit. Met je twee wolven en je golden leggings. Maar doe iets dan. Doneer iets. Nee, ik heb niks. We zijn. Timon en Pumba zijn vrienden, hè? Hakuna Matata. Ja, zeker Hakuna Matata. Tering vratte zwijn. Ja, wat ben jij eigenlijk? Een stokstaartje. Oh, tering stokstaartje. Ja, zo tering ben ik wel. Oh. Doe eens even normaal, meneer. Doe eens even normaal. Oeh. En nou heel gauw hier komen ook. Nou ga je hier komen ook. 2 HP. Ja, ik wou net zeggen, stil blijven staan. Muts. Dat is een geldmember. Ja, nou en? Huh? Er komt iemand aan. Die wordt ook zo frietant. Oké, okay, nou dan... Rek bij ketchup. Shoutout naar jou, dankjewel voor de free tant kill, of course. Dankjewel. Shoutout naar jou en wij gaan ondertussen gewoon door. Teringhond. Oh. Nou. Ja. Ja, het is wel één dierenboel, moet ik zeggen. Hier, ik zal maar even helpen. Nee, dat is toch bloedkind. Echt, man, dat kan je toch niet. Ophouden nou, hoor. Oh shit, hier komen mensen. Oh, ja. hij geeft een tant kill. Oh jee. Oh jezus, jongen, die hebben het. Fuck is hier voor... Voor weet ik het, joh. Nou ja, weet je wat ik je wel kan melden? Nou? Die hebben we flink door de lucht geslingerd. Ja, maar dat kunnen die maar doen, hè? Want we zijn vrattenzwijnen. Oh, volgende. Het lijkt net of ze in de wachtrij staan. Ja, maar gaan ze ook allemaal dood, is de vraag. Wel. Jij nou dood? Oh nee. Ze gaan echt allemaal dood. Ja. Hoe dan? Ik heb voor je, achter je. Hoe dan? Ja, ik pak even Hubot erop. Wacht, ik heb hier een... Oh, Dylan? Dylan. Ik heb hier de vishengel. Oeh, wat is dit voor vishengel? The Finding Nemo. Oeh. Hoeveel kreeg je ook per paint sharpness level? 1,25. 25, dus dat betekent dat ik nu... Oh, dus 5. Dus even goed als Stone Sword. Nou ja, maakt niet uit. Oh, is het 5, ja? Oh. Ja. Voor mij is het IV, of niet dan? Dat is 4 keer 1,25. Oftewel, dat betekent... Is 5. Oh, ik dacht dat je bedoelde 5 sharpness levels vandaag. We hadden beide een soort van ride. Ja, was ride. Wat, ben jij ride? Oh joh! Oh joh! Ze moeten mij hebben! Ik heb eentje 5 HP. Ja, ik ben dood. Moet ik niet doodgaan? Achter je. Ja, ik weet het. Zo! Ja, die moest mij hebben. Die moest echt mij hebben, maar nou, ja, goed gedaan. Alsjeblieft, Pumba. Dankjewel. Stokstaart, meneer. Timon. Stokstaart, meneer. Wat denigerend. Hoe dat ook me heet. Hoi, we hebben hier ook weer eentje. Fucking hell. En door. Pakken. Doe mijn best. Pakken. Ja, en die is ook dood. Oké dan. Holy moly. Je meldt, hè? Ja. Er is nog één team.
Ja, maar die kan ik toch even nooit aan, of wat? Ik ga even kijken voor je. Nou, ik bedoel, dit zijn weer van die sneeuwbergcampers die niet bij elkaar zitten. Dus, het kan? Ja, de kans is mogelijk. De ene is wel wat meer sterk dan de ander, maar ze lopen niet in teamverband. Oké, okay, interessant. Zo! Zag je die? Nou, ik kan zeggen, je miste 2 HP, dus het was net niet helemaal flawless. Nee, maar goed, dat was een flinke roffelstomp. Je hebt daar echt gestreefd. Het is ik tegen een team ook echt nog. Oh, dat zeg ik. Gamma. Nee, Pumba. Heel slecht dit, Dylan. Echt waar. Even een nieuwe golden helm op, want dat kan gewoon, zeg maar, met protection. Dat... Ja. We gaan door. Ja, dat team dat zie je wel in de deathmatch. Weet je hoe we dat team kunnen verslaan? Door we eerst een slokje nemen van de cappuccino. Dat is. Ja, dit is een goede cappuccino. Jullie zijn nu gesloten. Nog een keer. En nog een keer. Ik kan mijn tand. Ik zou eerst op hem gaan, ja. Die David. Ja? Ja. Dan moet je wel raak gooien. Die gooide ik. Hij wil zijn teammaat inhakken. Hij ging op zijn eigen teammaat inhakken, right? Met de vuist. Doe het. Doe het. Tien kills, een tandkill, een win. Genoeg coins, ik zit in mijn eigen kop. Heb vast 1100 chess en mensen, tot de volgende game. Goed mensen, dan zijn we weer in de map. Pixel wil kijken of Timon en Pumba er hier ook een... Allee zeggen, Pumba, moet ik een beetje kontermes aan? Je hebt vies vel gehoord, dat is een verratte man. We gaan kijken of wij er hier ook een lekker winnetje van kunnen maken, hè? Ik moet zeggen trouwens, Dylan. Allemaal hyena's. Het is een beetje een andersom dag, want we hebben namelijk voor de eerste keer nu een teamgame meteen gewonnen. Wow. Nee, maar even serieus. Ja, dat is zeker serieus. Like for real. What the fuck? Kom je er vaak voor? Nee. Ik wil wel even een confirm, zit je achter mij? Nee. Oeh. Oh jawel, ik zit voor je nu. Voor me? Ja. Oh hier, ja hier. Hi. Dat is ook de reden waarom ik dus niet achter je zat, omdat ik voor je zat. Ik zit op het schip. Op het schip? Er zit een schip op dit dak. Op het dak? Ja. Ik ben wel vlakbij jou. Hey, kapitein! Hey. Really? Kapitein? Ja, we gaan die kant op. Ja, mag ik eventjes gewoon... De wind staat naar het zuidoosten momenteel. Ik voel het aan mijn vingertoppen. Ja, aan je staart. Oh. Nou, kom dan maar gewoon hier. Oh, ja, ik kom eraan. Oh, wat is dit? Wat is dit? Kleine morspit. Ja. El morspito. Ik weet niet of ik het overleef, Pumba. Ik weet ook niet of ik het overleef, Timon! Oh, ze hebben een hielbot. Ik ga rennen. Ik heb een dubbel dead. Hè? Oh, dead for dead? Ja. Oh, wauw. Ik had hem low, maar toen had hij nog zijn hielbot. Dus van zijn ophalading kit. Dus ik moet even regenen op een andere plek. Ja, hij zit wel achter je aan. Ja, dat zou ik ook doen als ik hem was. Ja. Zou je ook hebben gedaan. Ja. Maar als je zegt dubbel dead en hij heeft de boel niet opgepakt daar, betekent dat er stuff ligt, right? Nou, daar heb ik... Ja. Ik zou inderdaad een rondje rennen wat je wil doen. Want voor die winkel ligt nog een Iron Body, Enchanted Creeper Axe, TNT, mijn Knight 9 kit. Hij is gedodged. Wat is dat? Shout out to jou, bro. Ja, killen en wegrennen. Nee, dat kan weg. Achter je. Ik moest die body aantrekken, toch? Ja, oké, maar je zit midden in de groepering. In de al tussen alle hyena's, gewoon doorrennen. Ja, nu komt er weer een hyena vervolgens. Gewoon hier, Dolphin. Deze weet ik nog niet. Naar rechts, naar links. Nog weer naar links. Rechtdoor. En dan zo naar rechts. Rechts, hier. Oké, en dan ertussendoor rennen. Oh. Ze is er achter me. Ja, nog steeds, heel dicht. Echt heel dicht achter je. Ja, maar ik moet regen, ik kan niet meer eten, hè. Oh, echt? Ja, ik regen niet. Heet je voor AP?
Ja, hij heeft 4 AP. En best wel stacked. Mm-hmm, en hij zit gewoon echt op de follow. Ja, dat weet ik. Misschien hoe je hem kunt afschudden is het moshpit in? Nee, ik ren gewoon deze kant op, maar misschien is wel suicide run, maar ik doe het gewoon. Oké. Okay. Ga er langs heen, tik hem en wegrennen. Oh, oh jee. Oh, als die er nou overheen had geslagen, was je vrij. Oh, hij gaat boogschieten. Ren. Ja, oké, je kan eten. En nou gelijk rennen. Oh, paard. Paard in de back. Hij zit even vast. Hij kan je nu bijna... Hij zit achter je op die rand. Ah, oh, was een mooie escape. All around me are familiar faces. Worn out. Fucking hell. Ja, ik kan niks anders zeggen dan... Mwah, pittig. Mensen, tot de volgende game. Goed mensen, dan zijn we weer in de map Citadel. In een solo game, in een no-kit game. Want ik wil gewoon niet in dit geval met Pumbaa worden geassocieerd. Oké. Ja. Koop mijn merchandise. Pumbaa gaat veel te snel dood. Koop mijn merchandise, roept hij terwijl hij dat niet eens heeft. Ja, dat doe je altijd bij mij, dus ik denk, doe het ook een keer. Ja mensen, koop mijn merchandise, links in de beschrijving. Wat? Ja, merchandise. Heb jij al iets gekocht? Oh! Laat me je poot van me af, man! Oeh. Nogmaals, Dylan, heb jij al iets van mijn merchandise gekocht? Ja, een geekord. Ja. Ik vind dat zo leuk, hè? Ik kan het niet meer. Oh jeetje. Oh, wat erg. Oh, erg? Wat is erg? Je hebt onder mijn rokje gekeken. Oh. Is hier voor moshpit gaande? Ik weet niet. Ik heb er niet echt veel last van. Nee, ik ook niet. Ik pak gewoon even een kill tussendoor. Deze persoon die pakt er ook een kill ervan. Oké, nou we gaan weer door. Joe. Dood? Wat zei je? Ik ben dood. Vertel me alsjeblieft wel dat het op een normale manier is gegaan, want anders ga ik me zorgen maken. Hè? Ik ben dood? Ja, maar... Is het op een normale manier? Dood. Ja, dat je dood bent gegaan, is dat normaal? Ja. Zo! Zag je dat? Het ging zo van tik, tik, tik. Achter elkaar. Nee. Hij is ook dood. Really, bruh? We winnen letterlijk de eerste game en verliezen daarna 2. Normaal verliezen wij 2 games, vaak game 3 ook, maar winnen we nog wel eens de derde game, right? What the fuck is going on? Timon en Pumbaa is gewoon fucked up. Dat betekent eerst van de keer Luigi en Mario bij de 1K likes. Mensen, wij bedanken jullie wel enorm voor het kijken naar deze video. Mocht je het leuk hebben gevonden, vergeet even te liken, te reageren, te abonneren. Abonneer op Dylan zijn kanaal. Nogmaals, 1K likes is de Mario en Luigi skin. Tot de volgende keer, mensen.